Dit is dan rij 24. We gaan nu beginnen aan rij 24. Dit was dus rij 23. En dan kun je zien dat je nu overal van die kleine boogjes hebt. We maken nu weer 1 losse en maken weer 10 vaste. Of in ieder geval 1 vaste in elke vaste. Tot het einde van het blok. Vast in elke vaste. Vervolgens maken we 3 lossen. 1, 2, 3. En je gaat naar de tweede en dan maak je een halve vaste in en dan heb je een picot. 1 losse en een vaste in een boogje. 1, 2, 3. In de tweede maak je een halve vaste. Je maakt een losse en een vaste in een boogje. Nog een keer. Je maakt 3 lossen. 1, 2, 3. In de tweede maak je een halve vaste. Je maakt 1 losse. En een vaste in het volgende boogje. Goed. Dit herhaal je helemaal over al die boogjes. Tot aan het volgende blok. Daar maak je weer een vaste in elke vaste. En hier maak je dan weer al die pico's. En sluit weer aan met een halve vaste hier aan het begin. Zo, dat was het. Rij 24 en dan kun je zien dat hier overal kleine picootjes aan zitten. Nou, dat was dus het einde van de mouw, zeg maar. Of het keepje, of hoe je het dan ook wil noemen. Want we gaan nu verder met het lijfje. En dan kun je dus zien welke vorm dat het heeft. Zie je? Dus als je dat gaat verharden, dan moet het dus ook echt in deze vorm gezet worden, zodat je ook ziet wat de bedoeling is. Dit zijn dus niet de vleugeltjes, dit zijn gewoon de schoudertjes, de cape, de armpjes, hoe je het wil noemen. We gaan dus nu verder met het lijfje en we gaan beginnen om dit natuurlijk te sluiten. Dus we slaan de hele mouw, die slaan we dus over. We gaan nu hier alleen aan de binnenkant gaan we haken en dat is dan rij 25. Goed, ik maak een losse en ik haak in iedere vaste haak ik een vaste. Tot aan de laatste van het blok. Dit is mijn laatste. En vervolgens sla ik dus die hele mouw, die sla ik over. En ik pak dus de andere kant, waar hier de vaste zit. En daar steek ik dus meteen in en maak ik weer een vaste. En die moet ik natuurlijk wel goed aantrekken, want anders heb ik een, krijg je dus die draad hier tussen. En dat is dus niet de bedoeling, dus vouw hem dubbel. En trek dan die vaste aan. En dan zie je dat er geen draad is en dat het helemaal dicht zit. Goed. Dan gaan we naar de andere steken. Daar haak je dus ook een vaste.
elke steek een vaste. En dan verbinden we dit laatste stukje natuurlijk ook met het andere stuk. En dan is eigenlijk het lijfje gesloten en gaan we door met de rok. Dit was de laatste, dus dan gaan we hier nog even sluiten. Aan het begin. En dat doen we dus met een halve vaste. En die trekken we dus goed aan, zodat het ook helemaal keurig dicht is. En nu zie je dus het resultaat. Ja, het is natuurlijk nu slap, maar je ziet wat de bedoeling is. We gaan nu verder met de rok. Zo, we gaan verder met de rok. We gaan nu 6 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We slaan 1 steek over. En in de volgende maken we een stokje. Dan maken we 3 losse. 1, 2, 3. En nu slaan we geen stokje over, maar in de volgende maken we een stokje. We slaan 3 losse. Nu slaan we wel weer een stokje over, of een steek over. En in de volgende maken we dan een stokje. We maken 3 losse. 1, 2, 3. We slaan weer een steek over. En in de volgende maken we een stokje. We maken 3 losse, 1, 2, 3. Zonder over te slaan maken we nu in de laatste steek van dit blok maken we een stokje. Vervolgens 3 losse, 1, 2, 3. Dan gaan we naar de andere kant. Steken in. De eerste steek van de volgende kant. Dan weer 3 losse en halen we eigenlijk het hele principe. Wat we hier gedaan hebben, precies hetzelfde nog een keer. Goed, rij 27. Je hebt dan allemaal van die kleine boogjes. Je maakt om te beginnen, sluit je hier natuurlijk in de derde losse met een halve vaste en je maakt weer 6 losse. Vervolgens sla je dit boogje over en haak je in dit boogje waarvan de 2 stokjes naast elkaar liggen, dan haak je 5 stokjes. Vervolgens haak je 3 losse, 1, 2, 3. En haak je in het volgende stokje, haak je een stokje. Vervolgens weer 3 losse. Je slaat dit boogje waar de stokjes niet bij elkaar staan, sla je over. En het volgende boogje staan de stokjes naast elkaar, daar maak je weer 5 vaste. 5 stokjes. En dan gaan we weer aan de herhaling. 1, 2, 3. Dit zijn 2 boogjes in het stokje. Haak je een stokje. Dan weer 3 losse. 1, 2, 3. Hier staan heb je er 1 overgeslagen. Hier staan ze alle 2 naast elkaar. Daar maak je dus weer 5 stokjes. 1, 2, 3,
4. En dat is 5. Weer 3 lossen. 1, 2, 3. Het stokje in het stokje. 1, 2, 3. Hier staan de stokjes weer naast elkaar. Daar maak je dus weer 5 stokjes. En dan kun je zien, hebben we weer die 2 grote boogjes, maar we zijn hier aan het einde van de rij. 1, 2, 3. Dus we sluiten hier met een halve vaste aan de derde losse. En we zijn klaar voor de volgende rij. We maken wederom 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en dat is 6. En je maakt een stokje in de volgende 3 stokjes. 1, 2 en dat is 3. Vervolgens maak je 1 losse, dan maak je een stokje bij het laatste stokje in dezelfde steek. En je haakt nog 2 stokjes. En dan heb je in feite eentje gemeerderd, want we zijn van 5 naar 6 gegaan en heb je in het midden heb je een V-steek. Goed, we maken 3 lossen. 1, 2, 3. En het stokje in het stokje. 1, 2, 3. En we herhalen het waaiertje wat we daarnet ook gehaakt hebben. Dus 3 stokjes, een losse, een stokje in hetzelfde steekje en dan nog 2 stokjes. Dit herhaal je helemaal rondom en ik zie jullie weer terug hier bij het begin. En dan hebben we hier weer het resultaat. Ik heb inmiddels al gesloten met een halve vaste en wederom maken we 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je maakt nu 2 stokjes in het volgende stokje. 1 stokje in de volgende 2. Dus nu heb je er 4 aan elke kant. 1 losse. 1 stokje in de volgende 2 stokjes. 1, 2 en 2 in de laatste. Heb je aan deze kant heb je er ook 4. Zie je? Vervolgens maken we 3 lossen. 1, 2, 3 en een stokje in het stokje. Dit is dus ook meteen de herhaling voor de hele rok. Herhaal dit even rondom en ik zie jullie weer terug hier bij het begin. En het rokje wordt steeds groter zoals je kunt zien. Wordt behoorlijk in maat groter. En we hebben dus ook steeds meer stokjes. Ik heb hier inmiddels alweer gesloten met een halve vaste. En uiteraard beginnen we weer met 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En meteen weer in het eerste stokje maken we weer 2 stokjes. Weer een meerdering dus. En in elk van de volgende 3 maken we elk 1 stokje. Dus hebben we eigenlijk in dit cluster weer
één stokje gemerdeld aan de zijkant. Zie je? Het zijn er nu 5. Vervolgens 3 losse. 1, 2, 3. En weer. Oh, 1 losse. Ik dacht al dat ik weer aan het einde was, maar dat is niet zo. Mijn gedachten gaan soms sneller als mijn handen. We maken nu 1 losse en dan weer in elk van de volgende 3 stokjes 1 stokje. En in het laatste stokje hier, dan maken we er weer 2. Nu mag ik 3 losse haken en een stokje in het volgende stokje. Goed, en dan beginnen we weer van vooraf aan. Dit is natuurlijk de herhaling. Dit herhaal je weer helemaal rondom en ik zie jullie weer terug hier bij het begin. Ik heb inmiddels weer gesloten en als je goed sluit zie je dus ook nergens een naadje. Dan lijkt het precies op hetzelfde als gewoon de normale rok. Je ziet dat het figuurtje al behoorlijk vorm gaat aannemen. We zijn nu bij rij 31 en we gaan wederom 6 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We maken weer 2 stokjes in het volgende stokje. 1 en dat is 2. Dan maken we in elk van de volgende 4 maken we elk 1 stokje. 1. 2, 3 en dat is 4, 1 losse. Aan de overkant gaan we weer 1 stokje in de volgende 4, 1, 2, 3 en dat is 4. En in het laatste stokje, dan maken we er 2. 1 en dat is 2. Vervolgens maken we 3 losse. En een stokje in een stokje. En dan begint het verhaal weer van vooraf aan. Je maakt deze herhaling dus weer rondom. Je sluit hier met een halve vaste en ik zie jullie hier weer terug. Goed, rij 32, 3 lossen, 1, 2, 3. En in dezezelfde steek waar we nu zitten, haken we nog 4 stokjes. 1, 2, 3 en dat is 4. Met die 3 lossen van het begin hebben we hier dus nu 5 stokjes. Vervolgens maak je 3 losse, 1, 2, 3. En haken we 2 stokjes samen. Dus nu gaan we weer minderen. Dan hebben we 2 stokjes samen gehaakt. En haken we de rest, haken we 4 stokjes. Dus elk 1 in de volgende 4 steken. 1. 2, 3 en dat is 4. 1 losse. Dan gaan we een spiegelbeeld. Dan haken we eerst 4 stokjes. 1, 2, 3 en dat is 4. En de laatste 2, die haken we samen. En wordt het dus maar 1 stokje. En dan hebben we dus geminderd. Zie je? Vervolgens haken we 3 lossen. 1, 2, 3.
En dan haken we 5 stokjes hier in het enkele stokje. Twee, drie, vier en dat is 5. Dit is dus de herhaling. Dat herhaal je helemaal rondom. En ik zie jullie terug hier en sluiten we in de derde losse. Goed, rij 34. 3 lossen. 1, 2, 3. Een stokje in de volgende 2. 1, 2. 3 lossen. 1, 2, 3. Een stokje in het boogje. 3 lossen. 1, 2, 3. En 3 stokjes. 1, 2 en dat is 3. En dan ziet het er zo uit. Vervolgens 3 lossen. 1, 2, 3. We haken 2 stokjes weer samen. Dit is 1 en dit is 2. Dan haken we 2 stokjes in elk 1. 1 lossen en we herhalen dit aan de andere kant. 2 stokjes. We haken 2 stokjes samen. En we zijn weer terug bij het begin. 1, 2, 3. En dit is dus de herhaling. Dit herhaal je dus rondom. Sluit hier met een halve vaste. En we zijn klaar voor rij 35.